Dinsdag ontvingen mantelzorgers Kees Neuteboom en Mary Kersten een zilveren roos. De roos werd uitgereikt door de Partij van de Arbeid van Wijchen door voorzitter Frans Dolmans. De zilveren roos wordt uitgereikt aan personen die zich op sociaal-maatschappelijk gebied voor de plaatselijke samenleving verdienstelijk hebben gemaakt. Ja, hoofdzakelijk ben ik elke dag bij mijn vrouw. 8 uur per dag. Elke dag. Dus dat is... Ik doe ook dus de lunch. Ik ga met haar wandelen als dat nodig is. Ik kook elke dag voor haar. En daarnaast heb ik nog een dochter. Die heeft ook geen staaffunctie meer. En als die me nodig hebt, dan ben ik daar. Ik ben mantelzorger voor onze zoon. Hij heeft 7 jaar geleden diagnose autisme gekregen. En dat is pittig af en toe. Ja. Hoe oud is uw zoon? Hij is 12. En men denkt altijd dat je als ouder geen mantelzorger voor je kind kan zijn. Want meestal wordt het gekoppeld aan ouderen. Maar dat vergt toch extra meer zorg, zeg maar, als de gewone zorg die je voor een kind hebt. Om in aanmerking te komen voor een zilveren roos kunnen mensen worden opgegeven. Alleen weet de persoon die de roos ontvangt niet altijd wie hem heeft opgegeven. Ik durf niet te zeggen wie mij daarvoor heeft opgegeven. Maar achter de schermen wordt er natuurlijk wel stilletjes gewerkt. Ja, dat weet ik. Dat is Stichting Perspectief uit Beuningen. Ja. En wat is dat precies voor stichting? Het is een stichting die mantelzorgers mantelzorg organiseert. Maar daarnaast verzorgen ze ook heel veel activiteiten. Dus niet alleen voor ons als ouders met autisme, maar ook voor mensen die voor een dementerende partner zorgen.